Fertilizer. 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 Jouw, hè? Ja. Maar ik vind het ook wel weer mooi dat we, als we wat niet gebruiken, dat we het ook in de schuur zetten. Ja, zo is het. Tadaa! Jouw. Doe ze 30 in de min en ik 45.000 in de plus. Als ik nou een jas kan kopen en we gewoon de save game weer opnieuw starten, ja, stonden we allebei in de min. Ja, maar niks. Nou, doen we. Ik heb me niet schild. Ja, we zitten in geld nodig, dus dit wordt een serieuze aflevering. Ja, we zijn niet vaak serieus, maar nu zijn we bloedserieus. Ja, echt wel. Voor de shovelbakker ermee. Van mijn keeper. Ja. Nou, hoop ik dat ze hier weer uitkriegen. Ja, dat was een mooi drama, moest er echt. Boko. Die zeilde toch even vlak bij de pijnlijn zo. Hey, Kinga. Framboosjes. Oh, go. Duitse Gemüsehof. En we zijn in Canada en we proeven Duits. Ja, dat is export dit jaar omstreeks. Ja, dat is, ja, juist. Fantastisch. Daar snap je niks van. Dat is te mooi. Ja, roer. Proeven. Ja hoor. Nou, zet nou die tiek met hem wat langzamer. Want die groeit nou zo hard. Ik ken er nou niet iets van. Hij kill me. Maar, Ko? Ja? Ik ben blij. Ik vind het mooi dat dit lukt. Nou, ben ik ook blij, heel erg blij, voor u. Voor mij. Ja, wat is die vent, Loor? Ja, die vent moet hier blijven. Heb ik hartstikke nodig. Nee. Heb ik vreselijk nodig. Oh, dat denk ik nooit. Ik ga helemaal naar de band, maar die cultuur die verrekt me er onderweg hier op dat beton. Waarom koop je er niet een klein trekkertje bij daar? Oh. Ik moet gewoon trekker op cultuur in mijn dus. En anders kan ik die... Ja, klopt. Maar ik vind het wel een mooie rappe trekker, dat ik eerlijk ben. Ja, dan koop je een mooie T660. Die zit heel rap en zit je breed. Dan koopst die dan mooi en dan koopt 6 toe de smalle band. Ja, dat is goed. Ik koop wel geld. Nou, wat mag haar? Ja, wat denk je? P, lectoren. Ja? Wil je toch even wat duidelijk in de microfoon spreken? Sorry. Een T5 kan dat doen, zeggen. Standaard wiel, smalle band, ja. T520, brede banden. Voorladeroptie, moet er ook voorladeroptie op doen? Ja, altijd makkelijk. Smalle banden, kopen. €93.600, dus maak me een turnover. Nou, ik heb hem al voor die car. Oh, goed bezig. Maar dan rie ik even met de fan naar de winkel. Ja? Maar ik wil een andere banden onder hem. Waar zit die wieder door? In de schuur. Oké, dan heb ik niks gezegd. Gewoon in de schuur. Net als altijd, opruimen. Ja. Ik heb die Deuzy Brinkel weer gevraagd. Triti Micola voor. Het gaat allerbaast. Hè? Trimiticoli? Trimiticoli. niet die gladde, maar die kolen. Ja. Nee, ik vind dit is een fan. Dat wordt mijn trekker hier bij de kaarsen, ja? Kaarsfan. Ah. Jij hebt die shovel? Voor het hol. Oh, die is nou bevorderd tot hout. Voor hout van Hibbera. Snibbeloor. Klaar, hè? Nee, die spies kunnen wel verblijven, maar dan pak ik die pellets wel meer op. Ik ga even andere bandjes onder een ventje prapje. Oh, dat moet ik even in de zakken laten. Ja, juist. Lippen zat en slaat. Ik ga even deze vent configureren naar mijn eigen smaak. Wat? Zijn we weer in hand? Nee. Oh. Ik denk wel, stijgt het hem wel wat te hoog in de bol. Ik doe hem een ander kleurtje. Ik ga even naar de prijzen kijken, want ook dat moet je in de oog houden. De maizen, die moet je hem in de gehoord maken. Hé, hey, papi. Hoi. Ja. Ik ben in mijn koosjaak naar dat nemen, man. Zo is gewoon, dat weet ze wel, hè? Oh, dat weet ze wel, ja. Hey, die emus. Koosjaak. Ik sta bijna 10.000 in de min, hè? Helemaal goed. Ik zeg maar even, ik ben druk aan het spuiten en zo, maar die kosten die krijg ik allemaal op mijn konto, terwijl ik allemaal maar arbeider ben, hè? Ja. Klopt niet, hè? Moet even kijken of wij nog zaadjes erbij hebben moeten, want dat lijkt wel redelijk op te zijn. Oh ja, jong. Ja. Maar, ja, hier, grain 0.
moet er eigenlijk wat anders in hem. Waar is de water in over? In die tank. Nee, zit er vloeibare kunstmest in? Nee, daar heb ik alweer water in gebruikt. Oké, is hem wel omspoeld, hoor. Dan is dan van die koeien dood. Ik ben nog niet meer met de koeien west daar. Sindsdien. Dat is even mijn beste optie. Om door nog een aparte tank voor te kopen met een ander kleurtje. Dat we deze gebruiken voor de water. Ja, en die zetten. Andere in bruin maken of zo. Nee, dit is de blauwe. Dit is voor water. Ja, blauw is water. En die andere in bruin maken. Ja, waar is kunstmest? Ja, weet ik veel. Ja, deze silootjes die hier staan is wit water. Ja. Nee, ik vind wit eigenlijk meer... meer water. En kunstmest. Wit is kunstmest, ja. Mm-hmm. Maar ik hol even een andere tank op. Kijk. Mooi weer. Wat jammer dat je dan niet even wat tekst opzetten kan of zo. Kom op. Hoe bedoel je? Op die tank. Oh zo. Een kunstmest. Ja, oh ja, dat was ook mooi. Ja. Fertilizer. Fertilizer. Dit kost wel geld, dat ding vol blab met... dat kost meer dan de hele tank. Ja? Voor Eliza. Fertiliter. Zo, er zit ook wel wat in. 50.000, ik ken. Och, de slang zit ertussen. Ik zweer het die. Wat grappig. Nee. Dat komt dan niet goed. Ja, maar die tussen de tank en die kubuskist. Oh? Ik heb die kaart er mooi onder. Als ik zo nou een keer in de buurt ben, dan blaf ik die kaart in die kaarsen. Blaf ik die kaart in die kaarsen. Nou, hij is bijna leeg. 1000 liter. Zo, die ja. Is leeg. Nou, ik sta meer 50.000, doe ook. Ik heb 71.000 in de plus. Dat heb ik ook niet veel, als ik heel eerlijk toegeven moet. Nou, dan sta je 26.000 in de plus. Ik ga nog even kijken of die pallets weer wat bij komen ben. Ja, ik ga hem die rappels om spuiten. De week is voorbij, maar dan denk ik Piet achter haar spuiten. En dan ga ik hem door de koolzorg en kijken of dat nog wat bemesting kan broeten. Kijk toch even, jongen, wat een holders die op die kaart kan. Hoe ver ben we heen met die plank hier zo? Pak hem nog uit. Heb misschien wapens erop. Oh, hier is nog een hold. Fantastisch. Ja, maar beste prek hold voor de deur of niet? Ja, bos hold voor de deur. Kijk, hier moet wel even een lichte dosering op. No? Zullen wij even anders even naar de volgende dag om 8 uur? Of ja, je? Maar ja, die doe eerst maar de hele tijd op 15 stond, vriend. Oh, poeh. Zal ik hem weer terug, zeg? Ja. Ja, dan is de soort een beetje bezig. Dat heeft toch tijd nodig. Oh, Piet, die is mooi aan het... Oh! Wat is er? Nou springt een pellet die kloren is ook al op de kaart. Hoi, Kiel! Hey, ik geef mooi. Hoi, Kiel. Dat komt, ik had de work position nog niet uitzet. Dat nog. Oké. Zo, en nou kan ik die pellets door wel weer in weg prikje. Nou, we moeten nou even een pelletje gaan. Even kijken. Oh, dat is aan deze kant. Ik heb bijna alle 6 de kaarsen aan de loop, vriend. Allemaal zo bol. Nou ja, hoor. Ik ben een kabakker, zeg maar, plauw hier. Dan kan je een saaimachine straks los. Nou, blijde dat dit waakt, jongens. Ja. En dan kun je deze pellets die hier gemaakt worden. Die kun je dan straks weer verkopen door Abbe Holm. Okay. Waar we waren bij die pellethandel. Juist. Ik heb er mooi rondstaan. Ja? Escape, ja. Tevreden? Ja, ik wel. Altijd, maar nu helemaal. Mooi waar. Heb ik naar groei. Voor mij heb ik alles, kijk eens even, groei. Ja, ik heb alle kaarten aan de loop, zou ik je vertellen. Nee, 1 kaars niet. Ik vind het bij jammer dat hier nep pellets staan, terwijl je hier geen pellets staan hebt. Mooi zo doorheen lopen. Oh, ja. Dat vind ik bij staan. Dat had niet heeft. Nee, jammer hè? Ja, dat had niet heeft. Die pellets hadden gewoon
meer of minder moet worden als ik door wat meer of minder heen breng, sowieso wel zo. Ja, ja. Nou, hier, dit heeft een beetje, dit heeft spul, ja, helemaal goed. Hier komt al een kistje met bloemkool, staat hier al buiten. Hier staat al een kistje met sla. Fantastisch. Maar die kweken, nou hoop ik dat die investering ook weer is. Ja, dat is ook zo. Hier ben erbikers. Nee, tomaatjes. Jeetje, wat staat hier in een rijf buiten, ja. Ja, ik zal ook helemaal dobberen. En hier frambozen. We kunnen er nog wel even een schuurtje bij zetten. Oh nee, ik heb niet zoveel geld meer. Hier hem inzetten, op Rieg. Nou, hier kan ook wel een schuur staan, hoor. Ja, zou ik ook wel aan te doen. Nou, blijf hier een schuur in. Ik zou 50.000 in naar rooien. Nou, zet die vrachtwagen even achteruit aan. Nee, ik ben helemaal met vloeken, helemaal in mijn kop aangeraakt. Doe best ook niet een beetje een streven. Nee, een beetje erg, hè? Schrikkelijk. Nee, dat geeft niks. Ik hoor er wel van. Ik vind het mooi dat ze dat serieus aanpakt. Ik ben bloedfanatiek. Dat mag toch van u winnen. Dat weet ik inmiddels wel. Nog 166 afleveringen. Helemaal makkelijk, hè? 166 afleveringen. Bij 200 gaan we sowieso een broodje bril tilleggen, ja? Die zijn we de hele tijd afreden, maar dat doen we nooit. Nee, dat komt gewoon bij me en we holen één op. Daar denk ik natuurlijk helemaal niet zo moeilijk over, eigenlijk. Oh. Dat kan elk moment van de week. Ze dus ben 7 dagen in de week al. Kik, jou, hè? Ja. Ik zet hier even 1 of 2 schuren in. Ik ken 2 hier kwijt. Ja, het moet wel een beetje logisch zijn dat we er ook omheen kennen. Nou, ik wil even... Ja, precies. Maar kan die vrachtbank daaronder staan? Is een... Hé! Hey. Hè? Even een beetje dichterbij, hé, Muus. Kan ik even kijken? Ik zet hem... Je hebt niet voldoende geld. Oh, dan houdt het al op, hè? Ja, dan wacht maar even. Ik heb alleen schuur inzet. Ik zet hem maar onder daar. Kom hier, hè? Kist hem schuurkie. Ja, kom biedie. Ik blijf die draakkar hier lagen zonder dak, hoor. Ja, is goed. Ik vind die ploeg er ook onlogisch tegen. Ik moet er altijd langs. Ja. Maar ja, als je meer ruimte hebt, hoor ik niet aan bijvoorbeeld. Maar dit is wel een mooi plekje zo. Ja, dat is ook wel mooi. Ik heb hem nog niet met daglicht zien. Nou, dat tegen de tijd hem terug. Of hebben we die schuren toch zuiver parallel met elkaar moeten hebben? Dat is wel mooi leek, denk ik. Hoe parallel? Hebben we nou toch? Nee, kijk hier. Die vuurkanten liep met elkaar. Oh, zo. Snap je dat? Ja, ik snap hem. Die allebei de blaafschuren. En dan ook nog heel wat drive op time hem staan. Ja, ik vind die ploeg. Dit pak moet vrij hol. Was toen ook laars loopt. Ja, ik pak die ploeg erin, machtig. Ja, want ik mag hier gewoon laars, maar dat ken niet. Nee, hè? Snap, hè? Maar ik vind het ook wel weer mooi dat we, als we wat niet brengen, dat we het ook in de schuur zetten. Ja, zo is het. Tada! Ja, wat? 6,2. Oh ja, jeetje. Ja, de Beast heeft meer uren draaien uit de terras al. Ja, maar die T8 ook al 12,2 uur. Ja, maar die last de hele tijd op werken. Mooi met je plouwen is die waak dan. Ja, maar door rust die trekker voor, die moet ploegen. Ja. Dat is zo'n trekker voor. Dat is een ploegtrekker, meer ken die denk ik niet. Dus. Oh nee, ze smeert dit er maar uit. Oh, heerlijk. Ja, doe 36 in de min en ik 45.000 in de plus. Als ik nou een jas kan kopen en we gewoon de save game weer opnieuw starten, ja, stonden we allebei in de min. Ja, maar niks. Nou, dom, ik heb me niet schild. Die jas kan ook werkelijk alles vervoeren. Dat mij wel even, Nou, zo eerst maar doen. Een screenshot, coachat. 1, 2, bats! Gemaakt. Koos, ja, goedenavond. Goedenavond, daar zijn we weer. Ja, hoe vond je dan, Ko? We gaan nemen een dikke sponsordeal, niet? Ja, leuk. We zijn helemaal gaaf. Dat was helemaal gaaf. Met BTN De Haas, ik zeg het er gelijk maar even bij. In de stad, hè? Ja. Nou, het ging ook als een haas. Ja. Niet als een konijntje. Nee, nee. Nee, ja. En we hebben een mooie deal gesloten. Ik ga alleen maar het leuks doen voor BTN. En BTN heeft het leuks doen voor ons. Komen we er wel op terug. Maar, nou, superleuk.
Ondertussen ben ik met de trein aangekomen. Ja, waar ben je aangekomen? Oh, boom in de maat, als het goed is. Ja, jouw. Ja. Ik blaaf die trein doorleven met Noga en moest dat doen. Helemaal goed, hè? En doorgaat geld omhoog. Ah. Oh, eindelijk boom nul, yes. Ah, yes. 21.000. Zo, nou. Zo, dan gaan we even deze aflevering wordt het harken van geld bij elkaar gaan. Want we gewoon, wat doen we? Ik ben met die kassen bezig. Dat kost ook veel te veel geld. Dat levert ook voor mij niet genoeg. Hoor. Nee, kloor. Maar het draait. Ja, oké. Okay. Want deze pallet hier met die. Met de. Frambozen. Als. Duitse Gemüsehof. Daar staat al een palletje van klaar. Nou. Geluk verkoop, die parel. Ja, ja. Ik zal eens even wat pellets voorbrengen. We gaan wel een beetje om die bemesting denken, want ik wil toch wel een serieuze aanpak nu. Ja, we kunnen ook koeienstront gewoon bemesten. Ja, dan, die hier staat. Dus we gaan één met houtzaag. We gaan houtzaag. Ja. En hier waar ik nu ben, hier staan heel veel bomen. Bij elkaar. En we hebben last van. Hier, bomen, net in die bocht. Vlak bij de haven. Ja, allemaal rechterboom? Ja, allemaal rechterboom. Dan knapt mijn blad, maar ze daar alles af. Als er een paar takken bloemling, dan geeft het niks. Nee. En dan knapt me dan een keeper. En dan gaan we die houtzaag spul gaan verkopen. En dan komen we dan hier en een droge mes van voor. Ja. Goed. Ja? Dacht ik. Intussen mag ik even een woontje voor pellets. Ja. Hartstikke mooi. Alle producten flappen op je woon. Fantastisch gewoon. Aha. Met alle kassen ben mooi aan de loop. Dat is mooi. Ja, we zitten in geldnood. Dus dit wordt een serieuze aflevering. Ja, we zijn niet vaak serieus, maar nu zijn we bloedserieus. Ja, echt wel. Ik breng dit even naar de... Voor mij moet dit over bovenin bij de pallet bij. Dus dan breng ik dat door hem heen. Nou, als je dat door hem heen brengt, dan ploeg ik de kabak aan hem. Ja. Zie je toen geld op lopen of niet? Ja. Nou, alle kistjes verminderen zich op dit moment. Maar wat blijft zo netto van over niet veel, voor mij wel. Ach, weet ik niet. Het is ook nog maar net een dag aan de loop, ja. Ik vind het ook knap dat we binnen een dag al die bakken vol spul hebben. Ja. Hier, die pellets ben ook weg, dus we hem hold, we blijven hold nodig hem. Nou, Piet Heftruck die draait bonjour dwars door ons heen. Alsof er niks is. 22.000 euro aan oogstinkomen. Oké, ik elf voor mij. Nou, voor één dag waak. Ja, nou ja. Komt wel, komt nog meer. Ja, ja. Oh, ik ben weer klaar om te komen. Wat ben je toch aan het doen, hè? Dat staat maar in de terras. Oh. Ja, kom zo bij die. Hoppakee, potje. Nou, ik heb weer al halve stakjes in de bek zitten. Wat gebeurt hier? Oh, dat doe stoel weer. Ik neem dit wel mee, ik breng dit naar die pelletfabriek. Neem die hele spul maar even, toestand maar even mee. Ja? Ja. Nou, gewoon zo laten staan, dat verder naar ben toe, toch? Ja, nou wel, nou is de kat van oké. Okay. Zo moet het. Ja, moet de kat er staan komen? Jo, je pakt hem ook allebei. Mooi. Nou ligt er nog een stukje achter die. Andersom draaien, ja? Voor u loopt. Door. Oh ja.
gekozen jatten. Hier, aan de kant ligt ook van... Hey, jongen, die hem al... Oh, blijf rimmen er hem naartoe. Oh, die stem ligt bij die op een shovel, hè? Ja. Oh, waar ligt er nou? Oh, oh, stop. Niet verroerd. Wie is me dood? Vrij op je troep. We hebben die staan. Ja, hoppakee, pak dan. Zo. Heb je die dichte bak hier nog in? Ja. Wil jij de stammetje erin en haal ik keeper hem op, ja? Ja. Kijk eens even, bukkelukkelukkelukkelukk, alles is weg. Bukkel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 . Nou, wat een bult hoor. Nou is alles hier weg, hè? Dan gaan we straks even hele stam door achterweg knippen. Ik sta met de shovelbak. Klaar. Wat steest u dan? Ik zet hem in mijn verlengde van de bult. Ik kan ze dat even makkelijker afladen, ja? Kijk, ik probeer met mijn microfoon, hè. Nou, hij doet wel. Oh, daar is hij. Ja. Hij is, hè. Jouw, Wat doe hoeveel, daar gooi je die stam ook heen, hè, Muus? Door aan het einde moet die stam, ja. Och, en hoe moet ik dat heen drukken? Hier ben je met een camera een creëren weg, doe. Ja, dat weet ik wel, maar welke... Oh, jij gooit het nou van de ene bak in de andere. Ja, daar moet jij het ook heen smieten. Heen smieten. Nee, maar de camera die shovel. Ik bak er nou zo'n keeper vol in, hij komt nou vol te zitten. Ja, hij zit oh, vol. Ik kan niet meer bij. Nee. Nou, prima. Voor met hier op trein wel nee, heen. Nee, die silo's, door geen houtchips zien. Oh, bij ons thuis? Ja. Maar die, hier ben ook, dit hele oploopbaan staat vol met van die holtblokken, dus ik moet er even heen. Met aanhangen. Met aanhangen. En bij die thuis dan vier de stoppels met pellets. Oh, is het rood hoor. Dat kan dat niet. Ik breng snimmers heen, hoe dat heen. Oeh, denk ik dan. Dit heen? Ja. Helemaal follow me. Shovel er maar achteraan. Juist. Oh, dan moet die greenback met of niet? Ja, allebei. Oh, die kunnen greenback wel even in de bak. Gooi die shovel. Oh, ja, wat ik zeg. Gooi die shovelbakker ermee. Van mijn keeper. Ja, nou hoop ik dat ze hier weer uitkriegen. Ja, dat was een mooi drama, moest er echt. Ach, jong. Alles is echt klaar. Dat zei. Achteruit met het pijn. Zal ik het gelukkig zien daar in die. In die... Nee, dat waren we niet. En dan de onderstam voor naar de pellenboer brengen. De boomstam door de versnipper door. Ja, even kijken wat maakt het. Nou, ik zet eerst die gewoon hier wel aan de gang, Emus. Alles is toch al klaar. Ja? Zet Tiet maar erbij. Oh, donder, heb ik nog nooit bij stil van jou, dat het Tiet op 15 staan doet. Ja, dat heb ik niet. Ik heb het wel zo goed bemerkt. Ja? Ja. Moet ik die tarwe even, even op zwart gooien? Ja, want ik heb een stro intussen allemaal kwijt, hè? Waarom? Ja, maar als ik hier nou 80 bomen maar heb, dan kan deze, dit ding ook weg, ja. Ja, zo is het. Maar dan is de, ik ben die kast, is ook wel weer leuk geweest. Mooi, hè?
Oh, ik moet de alarm liggen ernaar. Zwaai dat maar naar, ik sta midden op weg. Ja. Hi, Kim. Dit word je van hold. Doe lessen, we hebben een raans van Grietje. Ja. Overal een stammetje loopt een val. Wil ik school gaan af voor die shovel, of niet? Hey, dit gaat mooi. Of niet? Hmm. Maar krijg je dan allemaal weer eens af. Niet te doen. Door hem lorik. Kies toe hier? Ja, is nice. Bam, bam. Daar steekt een balk en een uit, mijn jongen, daarachter. Nou, één zaak doe ik er eenmaal mee en dan mag. Wat een koek. Als er dat holt de deur is, de muis. Ja. Een keer zo begon te pakken, dus. Want dan kan ik een blad rammen naar zijn zaai. Waar ben je toen nog niet meer bij die vraag, hoor? Nee, ik ben bejaagd, hem. En die cowboy. Nou, dit moet ik. Maar door een pak vanaf, jongen, dat was toen niet wie. Snap je? Wat is die vraag ook nou dan? Ja, bij de depot. Oh, oké. Okay. Dat dit niet luisteren kan hierop, dat had gewoon automatisch pakken moeten. Hè? Ja, joh. Oké. Dan moet ik die andere bak wel in hem trouwen. Ja, die moet hem moeten kiepen. Is die misschien met de griep op de pak? Dat zal wel niet zeker. Nee, ik los hier even dat hout. Oh ja, dat kan wel gewoon op een beeld gewoon, ja. Als die bak eruit komt, ja. Zal wel niet. Ja? Ja. Eigenlijk. Ja, perfect. Ja. Ja, gelukkig iets wat wel echt is. Dus die bak en weer naar beneden luiden? Het is gelijk de spongers erin gegooid. Ja, ben maar jij met mij, jongen. Dat zou je heel mooi wezen. Hier zo, dan gaat er beknijden de bedoel. Dat is een plaat. En weg en dat we hem op mijn zaagje. We rabben die hele bul die zo in iets groot hier. Daar ben je nou zo. Kijk, loor. Ja, rabbel nou wat uit. Ik een stapje objecten overzien. Zwaar. Oh, die. Oh, stond er nu. Zo, die is weg. Ik zie die gewoon staan boven mijn kop lopen. Kijk, ik kom er ook aan. Oh, dan krijg je hem van die kop. Ik kilde dit ook waar. Maar dat wil wel. Eerst hem terug. En zeg dat ze een goede boot test. Kijk, gaat die. Ja, die andere duivel er ook wel. Nee hoor, die duivel er niet op genomen. Nee, ga je nou helemaal halen? Nou, dan vond ik wel even zagen. Kijk, ik flik hem er zo aan. Kijk. Ik rammel die stam wel niet te. Hey, dat lijkt wel mooi als jij in het zaak bent. Ja. Oeh. Ik ben gedaan. Ja. Zeg staan. Goeiedag. Hij pakt gewoon die bal voor het lief. Dit is zo'n aflevering en wij dat nooit maken. Nee. Kijk. Oeh, deze gaat echt in de no-stress nou. Kijk. Pak me door hem in de hoofd, zuster. In de no-stress? Die sta je bij de stadje met even te kijken, ja. Ah, ja, dat kan niet. Bokkoe. Die zeilde toch even de vlak bij de pijnlijn zo. Oh, die bak die komt van vol. Stom die idee dat je het zo doet. Like you. Oh, maar vrede wel. Ja, ik ga alles af doen. Maar een bult toe. Ja. Hoeveel, jeetje. Zal het zeer doen als je hier dan? Ik zie die wel met je blauw mijn kop worden nog. Pijn is fijn, hè? Hé, hey, Ko, kom hier. Kijk me eens aan. Kun je een beetje dichterbij komen?
Zo, meer mijn. Oh nee, niet te dichtbij. Een beetje terug. Dat is wel een mooi sjaar. Ja. Ik wil hem even maar afkomen. Ja, ik ook. Ik heb dit stemmetje nog mooi. Dit is te zwaar. Ja, dit is een mooi stem. Gewoon deze stammen nog in de koren. Ik sta er gewoon bovenop, de bustaak. Ja, en dan is het ene moment is het object te zwaar. En een ander moment til ik de hele stoot midden af. Stel dat wat? Ja, als ik moest op mezelf. Oh, ik wou net zeggen, ik wilde je hem optillen. Maar... loopt eerst hier maar bij niet. Hey, eerst even bij deze even een officiële... Mooi, hè? Mooi. Mooi.